piccoli cartoni. Avevo un weekend, dames en heren, avevo un weekend. Er zijn die mannetjes daar. Jongens en meisjes. Ja? Hé, hey, zwijgen ze allemaal. Nadja, attenzio, stop er naar hier. Die mannetjes en madammetjes, die zijn bekend. Die vierde daar van boven. Die 1, 2, 3, 4 bij de jongens van boven. Ja? Wie is dat? Ik hè. Schoon hè? Bello, jongen. Toen hadden we geen problemen, dan is dat wel la miseria. Moet je staan aan de miseria, mannaggia. A quell'epoca non c'era. Dat ben ik. In 86 was dat de meneer, een dirigent van hier. En die noemde een Italiaan, dat zo'n kleine zo. Je wou ook niet gaan werken. Je dacht, ik word dirigent. Dames en heren, je speelt nog altijd in deze band. Ja. 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 Je zit er ergens tussen. Kennen jullie die? Santino. Santo. Die is bekender dan mij niet. Huh? Dames en heren, mag een heel groot applaus voor Santo Costa. Ik denk, als ik eerlijk ben, als Santo Costa er niet was geweest, dan had ik nooit gezongen. Dat wordt gek, hè? Maar, Vida, dat is een vrouw, die zit daar rechts, dus dat is Vida. Ik stel me een vraag, Vida. Hè? Maar andere kleren, kon je die kopen? Er waren koortjes en we gingen wedstrijden doen, hè. En er waren koortjes, allemaal kravatten en broekjes en dingen en geleken. En nooit goed pyjama's in dat. Santo Costa was een hele goede dirigent, maar van mode wist ik het niet. Vamos. Die pyjama's hanno portato. E allora dicevano, a quell'epoca là, quando c'erano l'86, noi eravamo piccioliti noi, no? E questi niani, dertig jaar geleden, die zeiden tegen ons, we hebben hele chique joggings, trainingspakken gekocht. Dat was een dure woord voor jogging. Trainingspakken. Hè? Vooral hier, nu dat ik het leven een beetje ken, hier zo seguro, ik ben er zeker van, dat zijn pyjama's van de zeeman. Nee, dat is niet waar. Straks komt hij naar mij vertellen, ik geloof dat ik het niet heb. En nu moeten we allemaal een kostuum aandoen van Bos, Hugo Bos. Ik ben niet gaan pikken. Nou, de burgemeester is er niet meer. Ze zeggen, moeten gaan pikken, maar niet zo'n job. En dan komen we voor Bos. Ja, maar, waar ik eigenlijk van naartoe wil gaan? Al die mannetjes en die vrouwtjes, die leven nog. Ja. En ik dacht in mijn eigen, ik kan later zanger worden. Ik was immer cantato, in de douche. A casa, op de balkon, overal. Ik zou zanger worden, grote Italiaanse sterrenzanger. Stop van Bullenberg. Met al die anderen hier, al die anderen. Eén is Falegname, dat is houtbewerker of zo. Eén is Pittore. Eén werkt aan de kassa. Die doen namen van alles. Maar er is geen ene ervan die nog zit. Maar voor vandaag, speciaal. Voor die kleine, grote, dikke meneer daar, Santo Costa, speciaal voor hem, komt er een deel die het lef heeft om hier liedjes te komen zingen van de Piccoli Cantori. Dames en heren, het is een groot applaus. Het deel is hier. Een deel morgen. Een heel veel dubbele zin. Maar wij zijn hier. Dames en heren, we zijn 30 jaar ouder, hè. Thank you.
Ik ben één ding nog vergeten te vertellen. Dat in die tijd, 86, toen mikken ze nog van die plaatjes. 33 en gehad, wat was die andere? 45. Waren dat Gingoy en 33, hè? Ja, maar 45 was al duur. We hebben een kleintje gemaakt. 33. We hebben er een plaat van gemaakt samen met meneer Antonio Magistro. Groot applaus. Ik heb heel de avond al gezongen, maar nu is het hun tuur. Sorry, sorry. Heel alleen. Een boek aan lopen. Raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole Bye.
Il piccolo di tamburi.